Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik was laatst in Oostenrijk en daar heb ik allemaal snoep en drinken gekocht. En die wilde ik heel graag gaan proeven met Nicole. Dus dit is Nicole. We hebben nog nooit samen gefilmd. Nee. Maar we gaan gewoon lekker proeven en alles met jullie delen. Ja. Ik weet nu niet meer zo goed hoe dit moet. Ik weet al welke jij wil. Ja, die wil ik dus ook. Dit is echt een prachtig flesje. En het heeft natuurlijk heel veel appel. En dan guanabana, banaan en pinke drachenvrucht. Drachenvruchten. Ja, ze hadden meer van deze flesjes. Oh. Dat is wel een tegenvaller. Banaan. Hou je daar niet van? Jawel. Het is heel dik. Ja. Ik ben bang dat het naar maza banaan gaat smaken. Het ruikt naar maza. Ja. Cheers. Cheers. We hebben ijs, omdat het niet koud stond. Oké. Okay. Oh, die lipgloss. We hebben net chili lipgloss opgedaan. Dat is een chili? Ja. Oh, vandaar. Ik beeld me ineens dat het homp ijs zo tegen je hoofd gaat klappen. Pas op. Ik wist dat dat ging gebeuren. Ja, maza banaan. Ja. Het is gewoon... En dan iets minder lekker. Er zit een klein poepsmaakje. Sorry. Dat was ik. Ik word altijd druk bij dit soort video's. Ik kan hier niet uit drinken, nee, hoor. Nee, ijs is echt niet te doen. Maar snap jij wat ik bedoel met poepsmaakje? Heel veel mensen zeggen altijd, hoe weet je hoe poepsmaak? Maar een beetje zo poepig. Nee, dat herken ik er niet in. Nasmaakje. Het is prima, maar ik vind het niet heel lekker. Ik proef eigenlijk alleen maar banaan. Puree. Het is echt puree. Ja, het is gewoon leuk voor een Instagram foto of zo. Ja. Maar niet heel lekker, hè? Nee. Ik geef het een cijfer. Nee, ik ben heel slecht. Doe jij de cijfers maar. Ik geef het een 4 out of 10. Zo laag? Ja, ik zou dit niet kopen. Nee, ik geef het wel een 6. Maar hou jij van banaan? Ja. Ook in sap? Ja. Oh. Ik kies altijd de sapjes met banaan. Oh. Want dat maakt het zoet. De meeste mensen houden... Dat ijs is verschrikkelijk. Ik had het lekkerder gevonden als het wat dunner was. Heb je geen rietje? Jawel. Wel pretty. Ja. Iets eten? Ja, welke wil je eten? Deze komt net uit de koelkast, maar die gaat sowieso lekker zijn. Zullen we die doen voordat hij warm wordt? Ja. Oreo Fresh Milk. Ken je deze? Nee. Ik ben niet zo'n Oreo fan. Oh. Hij is wel kapot. Ruik maar. Ja, het ruikt heel lekker. Hij ging tegen je hoofd. Ja, hij ruikt echt ziek lekker. Oh. Poesiehaar. Van poesie. Poesiehaar. Niet met poesiehaar. Oeh. Ja, het is een koekje creamy. Met saus, room en chocola. Als jij het beschrijft, ja. Klinkt het wel heel lekker met room, saus. Ja. Oh, het is zacht. Oh, wel lekker. Mm. Is dat poesie? Weet ik niet. We hebben poesie weer gevonden. Ik zou nog wel een hapje willen. Ik vond het heel lekker. Ik niet. Nee? Nee, ik vind het wel lekker, maar ik vind het te veel. Oké. Okay. Het is wel een beetje boterkremmerig. Ja, maar daar hou ik van. Oh, ik niet. Ik had het nog lekkerder gevonden als het echt die Oreo-vulling was geweest. Nee, ik niet. Nee? Want die vind ik juist niet lekker. Oh ja, die vind ik echt HDP. Ja. Oké. Okay. Niet HDP. Jij mag kiezen. Deze. Chocolate bananas. Ja. Lassen Sie sich von dieser besonder fruchtigen Komplisse Soschen. Wij zitten zeg maar onder de tafel met onze voetjes tegen elkaar. Heel romantisch. Ja, ik heb dit wel eens op TikTok gezien bij, hoe heet ze? Oké. Okay. Sutherland. Fair trade. Gelukkig lust jij banaan, want heel veel mensen lusten geen banana. Oeh, oh, kijk. Zo leuk. Wat grappig. Het is echt wat je op plaatje ziet, krijg je ook echt. What you see is what you get. Oeh, leuk. Delen? Ja. Oké. Okay. Oh. Het is niet zo'n bananenschuimpje, het is iets anders. Het lijkt wel op cake. Nee, oh, dat zou lekker zijn als het cake is. Oh. Lekker. Oh, wil je deze mee naar huis? Weet je dit niet? Nee. Mm. Oh, echt dat zurige van die bananensnoepjes. Ja, dit is echt je hebt die harde schuimpjes. Oh nee, ik vind het te zuur. Een beetje kotserig. Snap je? Ja. Maagzuur. Oh. En ik ben een banaanfan van snoep en zo. Ja, lekker. Het smaakt naar de bananenschuimpjes uit Nederland. Heel zuur, maar wel veel zachter. Maar het is wel snoep, het is geen cake. We hebben heel veel chocola trouwens, het is alleen maar chocola. Zullen we deze? Ja. Yoghurtje, 24 riegel. Yoghurt.
Ja, lijkt me wel lekker. Wat heb jij kleine voeten? Ik heb maat 41. Echt? Niemand heeft dit ooit gezegd tegen mij. Je hebt schoenen aan, hè? Ja. Niemand heeft ooit tegen mij gezegd dat ik kleine voeten heb. Dit is wel heel cute voor in je broodtrommel of zo. Die want te breek? Breek free. Hier, nog poesie aan mijn vinger. Poesie. Je ziet dus heel lekker wit met zo'n stukje aardbei of zo. Oh, het ruikt heel lekker. Het lijkt me dus ook echt... Terwijl ik dacht dat dit echt niet lekker was. Ik hou hiervan. Het lijkt op die kinderreepjes, maar dan met aardbeien. Wel zuur ook. Jij vindt die lekker, denk ik. Nou, ik vind die vies, maar... Nou. Dit vind ik een beetje naar aarders maken. Naar schooltuinen. Huh? Dat vind ik bij bieten. Ik vind het wel zuur weer. Nou, ik vind het wel lekker, maar te zuur. Ik vind de chocola wel lekker. Ja. Net als kinder. Is dat witte zo zuur of dat rode? Dat wil ik even weten. Weet niet. Nee, zijn die aardbeien die zuur zijn. Denk het ook. Het is yoghurt, hè? Dus nee, die yoghurt is zo zuur. Zo. Ja, ik had dit nog niet gezien. Die popcorn. Nee. Het zijn zeg maar Doritos maischipjes qua vorm, maar dan gepopt. Dus echt popcorn. Ja. Wil je die nu? Ja. Oh, mijn geheugen is vol. Ik ga zo even inladen. Lekker? Ja. Oh. Maïswafels, maar dan met geweldige soort zout. Deze vind ik, ja. Kijk, 10 vind ik wel, dan moet het echt geweldig zijn. Maar ik vind het wel heel lekker. Ja, ik vind het echt heel lekker. Ik vind het 8. Ja? Had nog iets meer kruiden of zo gemogen. Nog zouter. Ja. Het is nu sommige nog... zijn te slap. Ja, het is niet goed verdeeld en het is ook nog toegankelijk voor kinderen, vind ik, zeg maar. Het is nog een beetje mild. Ja. Maar vet lekker als je een klein kind hebt om dit te geven als snackie. Ja. Ja, heerlijk. Oké, wat nu? Wat is dit? Ja, dat moeten we dus echt gaan testen. Gletscher-ijs. Je moet het aansteken of zo. 50%? Ja. Heel veel alcohol. Zullen die voor het laatst bewaren of nu juist? Nu voor het laatst. Oké. Want ik drink geen alcohol. Huh? Niet zo sterk. Oh, nee, ik vind het ook smerig, maar ik wil het wel testen. Deze. Bobby. Oud en crunchy in een soft. Oeh. Kijk dan. Altijd in alle proefvideo's zie ik altijd terug dat ik ziek dominant ben. Dat ik dan alles zo in iemands handen trek. Vooral met Ruben was dat. Ja, ik trek het gewoon terug. Dit is fijne karamelcreme bestrooid met Weizen Rice Krispies met melkchocolade überzogen. Oh, oké. Okay. Dit is net een proteïnebar letterlijk, die ik soms eet. Die zijn precies... Ken je die wel, proteïnebars? Dat is precies dit. Ja, zo ruikt het ook. Huh? Oh, hoeveel eiwit zit hierin? Eiwit. 4 gram. En in die andere zit altijd echt 33 gram per 100. Oh. Dus dat is het niet, oké? Okay. Huh? Karamel heel erg wel. Ja, en ik hou wel heel erg van karamel. Het is als die Toffee Vee... hoe heette die? Die vierkante. Je hebt toffees die niet slimy zijn, maar een beetje uit elkaar vallen. Ken je die niet? Nou, dat is dit, voor wie het wel snapt. Ik hou gewoon niet zo van dit soort dingen, maar volgens mij is het wel lekker. Ja, ik vind het wel lekker. Ik vind een proteïnebar net zo lekker eigenlijk. Dat jij niet weet wat ik bedoel. Een toffee die uit elkaar valt. Zo'n fudge. Ja, fudge. Dat bedoel ik, fudge. Ja, het smaakt naar fudge. Ja. 7,5. Oké. Dit vind ik hier, hou je van kokos? Ja. Ja. Top, want sommigen houden niet van kokos of banaan. Misschien heb je deze ook in Nederland, maar ik ken hem niet. Ik ken hem ook niet. Oké. Okay. Oh. Ik wou zeggen, in hoeverre zit hier kokos in, maar volgens mij... Zo, helemaal gevuld. Ja. Had ik ook op het plaatje kunnen zien, maar oké. Okay. Wil jij een hoekje of een binnenkantje? Binnenkantje. Ik ook. Ik neem wel de kapotte. Met extra... Oeh, ik hoop zo dat dit... Ik hou heel erg van... ik hou dus niet zo van chocola, maar dingen die gevuld zijn vind ik altijd zalig. Oeh, het ruikt echt naar die Bounty. Lekkere kokos. Ja, oké. Okay. Crunchy. Dit is gewoon een Bounty. Heel lekker. Ja, heel lekker. Ja. Het is een Bounty, maar dan nog meer creamy.
Ja. Lekker. KDP. Die vind ik eigenlijk heel saai. Ik weet niet waarom ik deze heb gekozen. Omdat er rum in zit. Oh ja, er zit rum in. Maar dit is echt niet mijn favoriete smaak. Nee, maar ik vond het wel leuk. Met rozijnen. Ja. Dat lijkt me niet zo lekker. En dan ik heb helemaal geen witte chocola, hè? Dan zag ik waarschijnlijk niks bijzonders daarmee. Oh. Wow, ruik die geur! Oh. Hij zit serieus hier en ik ruik het. Oh. Nagelakremover. Zo. Wow. Oh, misschien vindt het heel dit lekker. Oh, jij wordt hier helemaal enthousiast van. Ja, omdat het interessant is. 2%, ja. Hoe kan dit 2% rum zijn? Er zit zeker ook rumlikeur of rumsmaak. Maar het ruikt heel sterk naar rum. Oeh. Zo, ja, ik schrok gewoon van de geur. Oké, proeven. Maar het dit is, ga ik niet helemaal eten. Ja, cheers. Ik heb hier een nootje, een rozijntje. Ik heb hier... Die rozijnen zijn denk ik geweld in rum. Wow, lekker. Als je van rum houdt, is het echt geweldig. Oeh, nee, ik vind het toch ook niet zo heel lekker. Ik vind het echt nagellak remover. Oeh. Oh ja, het is heel vies. Aan het begin dacht ik lekker. Oeh. Oh. Ja, we hebben nog te drinken. Oh, wat vies. Zo, die u. Ik heb er gewoon kippenvel van. Ja, het is echt een hele vieze alcoholsmaak. Maar ik heb dus heel veel draken. Vind je heel dit lekker, denk je? Hij houdt niet echt van melkchok. Het smaakt inderdaad naar een nagellak remover. En dat we dit al helemaal heel vies gaan vinden. Dit is een brati. Ik bedoel... Wat is een brati? Een BHT. Superleuk. Brati Festival Edition. Iced tea, groen thee getränk. Oh, dit is gewoon een soort van Arizona. Arizona met... Oh, dat is mijn favo. Drakenfruit en guaven geschmack. Oh, mijn voet schaapt. Ja, dat krijg ik ook altijd. Dat is zo naar. Ruikt eens. Het ruikt niet bijzonder, maar wel. Kom op, hamstring stretch. Oeh. Oh ja, dit vind ik heel lekker. Ja, ruiken. Ik vind dat ook lekker ruiken, maar niet heel bijzonder. Dat doe jij. Ja, ik zit alles tussen mijn tanden weg te halen. Oh, het ziet er lekker uit met dat ijs erin. Ja. Vergeleken met jou. Naar mij te plas. Kijken. No. Plasglas. Er zit 91% direct gebruter gruner thee in. Er staat niet hoeveel drakensap fruit er is. Dus waarschijnlijk echt 0,1%. Maar ik vind het wel leuk. Bra, 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 bra. Doe dus echt bij haar. Nee. Oh. Cheers. Cheers. Poesie haar. Oh, wel lekker. Je bent helemaal wit van de haren. Ja. Ik vind het lekker, maar het lijkt heel erg gewoon op iced tea, fusy of zo. Ja, maar ik zou dit wel kopen. Ja, het is wel lekker op een terrasje. En vooral met het ijs ziet het er echt mooi uit. Hé, hey, we hebben hier ook nog drinken. Oh ja. Veel, hè? Deze video gaat weer 30 jaar duren. Ik vind lekker het lekker, geluid. Maar ja, ook echt geen 10 waard of zo. Ik zou niet ik zeggen... wel een 8. Ja, maar 7. Zou je echt hiervoor zeggen, oh, ik ga weer terug naar de Spar in Duitsland om dit te kopen? Nee. Nee. Dit, waarschijnlijk bestaat het ook in Nederland. Precies, ja. Die smaak. Het is niet een bijzondere smaak nee. Die je niet herkent. Nee. Dit is wel bijzonder. Een Walsberen dreedrink. Dit is leuk voor kinderen. Het is ook smoesje. Ik kan erin knijpen. Waldbergersmaak. Met 0,1% brombeersapconcentraat. Brombeer? Ja. Oh, brom. Ik verstond brombeer. Brombeer. Ja, dat staat er. Is echt brombeer. Dat is denk ik Bramen. Oh. Oh, wat funny. Funny. Kijk dan. Zo so funny. Heb je wat? Nee. Dit is wel echt het slechtste plastic wat je kan drinken. Trouwens. Nou, ik ruik echt niks. Nee? Ik doe niks. Wel eens nee, echt niet. Ik doe niet. Ik ruik niks. Wat is dit? Jezus, ik ben een pis trouw. Het is alsof je gewoon zo aan het plassen bent. Hallo, dit is geen slok. Ja, maar misschien is het heel vies. Ja, maar dit is geen slok. Dit is heel onaantrekkelijk. Ja. Wil je wat ijs? Ja. Dit is een heel raar spul. Proost. Proost. Echt kinderlimo. Ja, wel brombeer. Brombeer. Ja, heel wel lekker. Het is niet heel zoet, het is heel frissig. Ja. Ik vind het eigenlijk wel lekker. En ik ken het niet. Echt een kinderlimo. Ja. Lekker? Lekker. Yummy. Welke nu? Deze ballen. Ja, maar er zit dus weer rum in. Heel vies natuurlijk. En weer kokos. Blijkbaar is dat Duits.
Ja, maar rum en kokos lijkt me dan weer Malibu. Ja, maar dan met chocola. Het is gewoon een malt hier. Ik ga hem openbijten. Oh, pas op. Eeuw, dat is zo vies. Godzie. Er komt sap uit. Sorry, maar dit is echt... dit is zo vies. Oh my god. Ja, maar ik durf niet. Je gaat echt barven. Wil je hem in één keer alsjeblieft opeten? Nee. Dit is zo vies. Als jij dit ook weer terug in je mond stopt. Nou, dit vind ik wel heel onsmakelijk uitzien. Nee, je moet... Ja, lekker de chocolade afbijten. Zo, kan ik een uit je mond, hè? Ja, waarom? Dit is zo smerig. Het is niet oké. Okay. Oh, maar de chocola is wel lekker. Ik vind dit... Ik ben helemaal geschrokken van hoe vies dit is. Ik durf het niet, sorry. Kijk, hier zit geen sap meer in. Het smaakt naar nagelsalon. Nicole heeft het niet geproefd. Oh my god, wat is dit? Dit is vergif. En ik had hier zo'n zin in. Wat is dit vies? Ja, het is echt, echt heel smerig. Ik letterlijk een nul. En toen dacht ik, nee, dit doe ik niet. Ja, dit is echt heel vies. Jij bent. Hallo, dit is de audio. Oh. Oeh, dit is echt van Ferrero Rocher. Oh. Dit wordt heel lekker. Waarom heb je de witte niet genomen? Ja, dat wat weet jammer. Ik heel stom. Ik neem het dan mee naar Gerda's verjaardag. Misschien wil iemand het. Als verjaardagscadeau is zo'n leuke pot. Nee. Dat is zo'n leuke pot bij de lekker Maltesers. Dat ik zo'n leuke pot koop en dan al die ballen daarin doe. Nou, je moet gewoon zeggen dat het Maltesers zijn. Ja. Zou ik het doen in de leuke pot als prank? Ja. Oh. Wat mooi. Maar niemand wil die middelste. Kijk dan. Ja. Dit ziet er echt lekker uit. Oh. Je hebt ook dat rondje, toch? Ja. Ik ook. Het ziet er heerlijk uit. Ik vind het nog lekkerder. Dit is echt precies de Ferrero Rocher. Oeh. Ja. Maar er zit denk ik geen crème-achtig spul in. Nee, ik vind het tegenvaller. Dit is precies gewoon de Ferrero Rocher. Mm. Ja, nog één. Nee, daar ben ik niet mee eens. Ja. Ferrero Rocher is crunchy van buiten. Die heeft dat koeklaagje, dat zit hier niet. En die heeft van binnen toch ook een soort zachte crème met een nootje. Nou, dit is allemaal niet. Het is alleen hazelnootsmaak. Ja, maar als je die bal in je mond hebt en erop gekauwd, dan is het dezelfde smaak als dat je hierop kauwt. Dat klopt, maar ik vind het niet geweldig. Ja. Wat is dit ook voor hoopje hier? Ja, heel vies. Maar deze, ik denk dat ik deze veel lekkerder ga vinden. Kijk, dat is echt met hazelnoescrème. Hazelnoescrème. Ja. Komt-ie. Oh. Dit is lekker. Maar dat zei ik ook over die ander. SM Mini. Ja, lekker. Ja. Maar Ferrero Rocher is lekkerder. De buitenkant, vind ik. De echte ballen. Mm-hmm. Ik wil er nog één. Dat is wel lekker. Dit zijn dus weer mijn favorieten. Ja. Deze vind ik wel lekker, maar ik vind hem ook niet geweldig. En... Weet dat ik niks heb gegeten voor deze video en dat het 3:15 is. Dus ik heb echt trek. En dan ben je meestal minder kritisch. Ik ben tot nu toe niet echt onder de indruk. Zo, ik ben gewoon in shock van die rumballen. Ik ga echt die grap uithalen. Dit heeft iemand hier al geproefd, wij niet. Maar dit schijnt heel zuur te zijn. Ik kan niet tegen zuur. Oh. Het heet Center Shock Sour Mix. Met cola en vruchtgeschmack. Ik wil denk ik paars. Oh, jij ook? Ja, ik weet. Nou, dan neem ik wel een andere. Dit is cool, doodhoofd. Funky Monkey, misschien is dit banaan. Ja. Oh, appelgeschmack. Cola-geschmack. Het is kauwgom. Ja. Wist je dat? Hier staat geen geschmack op. Dit cola, is cola, smak. Denk ik. Ik ruik wel dat dit cola is. Dan neem ik wel appel. Mercy. Oké. Oh! Hoehoehoe. Oh! Nee, dit is het. Doodgaan. Ja, jij houdt van zuur. Ik hou niet van Duits eten. Van Duits eten? Oh, het gaat weg. Zo, mijn hoofd. Ik wil het aan doodgaan. Oh, kijk eens. Ik zie waarom het zo zuur is. Er zitten doorzichtige balletjes. Oh ja. Nee, sap gewoon. Ja, er zit sap in. Wil jij mijn sap uitlikken? Het breekt gewoon op je tong. Tang. Maar toch vind ik het lekker. Het is zo slecht voor je gebit. Oh.
Holy moly. Hier kun je echt een challenge mee doen op TikTok. Oh, het schiet gewoon in mijn hoofd. Ja. Echt hoor. Al mijn klieren beginnen te tanden. Te watertanden, zeg maar. Dat er speeksel komt. Mijn slapen schiet in de kramp. Maar als je van zuur houdt, is het echt een 10. Eerlijk. Ja, maar wie houdt er van zuur? Mensen. Dieren. Aliens. Ja, ik kan het geen mensen noemen als je dit lekker vindt. Zo. Tadaa. Banaan. Nu, nieuw. Houden ze van mij? Bij Rittersport. Ja, dat denk ik dus. 100% zet je het. Hola, amigos. Crispy banana. Oeh, die vind jij denk ik heel lekker. Ja. Je hoort hem veel over te maken, volgens mij. Ja. Als een toilettasje. Ja. Ik krijg niet banaan of zo. Ik ook niet. Oh, harp. Niet vies. Nee, lekker. Proef geen banaan. Ja, ik wel. Weet je toch, als je in een hotel bent, heb je altijd zo'n bakje met het gedroogde banaan. Ja. Wat je in je muesli doet. Ik proef geen banaan in mijn stukje. Ja, je had ook heel weinig. Hier, kijk, er zit één klein stukje. Ik heb heel veel. Lekker? Nee. Ik hou echt niet van deze chocola. Is wel lekker. Ik heb dus ook niet echt per se dingen gekozen die ik heel lekker vind. Maar ik ben gewoon op zoek gegaan naar dingen die ik niet kende. En dat waren dus heel weinig spullen kende ik niet. Eigenlijk het enige wat ik zelf zou kopen is dit. Want ik hou daar heel erg van. En ook die drankjes. We hebben nu dus nog alcohol. En deze. Ja, en deze. Maar zou je het... Ik denk het. Maar, deze maar wat is molken? Is dat niet melk? Nee, want dan had je het misschien even in de koelkast moeten zetten. Vruchtmolken. Maar hoort dit bol te staan? Staat er nou gefermenteerd? Whey drink from fermented sweet whey. Eww. Dat is... Whey, dat zit in proteïne shakes. Ja, dat is toch... Ja, maar houdbare melk hoeft toch niet in de koelkast? Nee. Oh, maar ik vind het nu wel een beetje spannend. Ik vind het nu interessant. Ja, maar of het dus niet overdatum is. Shake well before opening. Eww, nu klinkt hij als een milkshake. Hoor je? Het wordt steeds dikker. Dat vind ik heel nasty dit. Pas op dat hij niet open splash door de luchtdruk. Dat het helemaal onder witte spul zit. Doe ik het wel naar jou? Nee. Hij is gemaakt om 6:30 s'avonds. Nou, schenk maar in. Wacht even. Ongeopend... Gekoeld, 3-7 graden. Gekoeld? Je hebt het niet gekoeld. Nee, maar ik kan toch wel een nipje nemen. Het ruikt zuur, hè? Nee. Jawel. Nee, ik moet spugen. Nee, ruik maar. Wil jij doen? Ja, ik heb geroken. Niet? Je hebt niet geroken. Anders weet ik toch niet dat het zuur ruikt? Het ruikt naar die schoolmelk van vroeger, die yogi. Oh nee, zo hoort het denk ik wel te ruiken. Oh, maar ik vind het heel vies, Nicole. Oh. Haaienvennensoep. Wauw. Zien jullie de kleur? Het is roze pastel. Zo, jij bent van plan om veel te gaan drinken. Maar je moet voorzichtig zijn hoor, want straks word je ziek. Wel leuk. Latte heet het ook. Latella. Zo. Deze kwam volgens mij ook uit de koeling. Maar ja, deze ook. Oké, proeven. Ik durf niet. Ja, ik vind dit wel lekker. Oh, niet verrot? Nee. Ja, fristie, maar dan lekkerder. Minder heftig dan fristie. Ja, een waterige fristie. Ja, ik vind het ook wel lekker. Maar niet... Pretty. Ja, maar ook fruitig wel. Ja, ik vind hem ook wel lekker. Maar ik vind het toch een beetje spannend, want er staat dat hij gekoeld moest. Maar ja, hij ligt beneden de hele tijd. Daar is het echt koud. Oh, ik heb hem al bijna op. Vind je het zo lekker? Ja. Hebben we nu alleen nog maar kauwgom om te proeven? Sad. Wassermelonen. Ja, dat is mijn favoriete smaak. Nee, receptor. Kijk, deze is echt superleuk. Ik ben gek op wassermelonen. Oh. Jij? Oh, dat is lekker. Dit vind ik zo lekker. Echt een intense smaak. Als die meloensnoepjes, die groene waar je op buiten zit, zijn. Ja. Maar dan niet van de Janin. Ja. Heerlijk. Maar hoe lang blijft die lekker? Ja, dat is de vraag. Dit is echt zo'n kauwgom die over 3 seconden weg is. Denk ik ook. En dan zit je op taai rubber te kouwen. Moet ik met al deze spullen? Neem jij maar mee wat je wil. De rest leg ik gewoon op mijn verjaardag neer. En die rumballen ga ik voor als prank doen. Dat is wel grappig. Ik wil die. Deze? Nee, nee, die Ferrero Rocher. Oh. Ja, die ballen vind ik ook leuk. Nou, je moet gewoon meenemen wat je wil, hoor. Deze vond je echt lekker, hè? Vond je dit het lekkerst van alles?
Ja, wat vond ik het lekkerst van alles? Ik vond eigenlijk niks heel lekker. Ja, ik vind die Oreo best wel lekker. Deze en die toch wel, ja. Ja? En die chippies. Ja, ik vind dit gewoon heel chill. Maar ik hou echt van maiswafels. En verder... Oh, hallo! Oh, shit. Die moeten we ook aansteken. Waar ik hoopte ze... dat je het zou vergeten. Was jij het vergeten? Nee, ik heb daar echt geen zin in. Oh, niet doen? Ja, dat ja, moet. Waar zijn die lucifers? Ja, dat zat er dus bij. Kijk, 3 minuten vuur in het glas, 45% alcohol. 5 minuten vuur, 42% alcohol. 10 minuten vuur, 33% alcohol. Nou, ik denk dat ik hem een half uur laat branden. Wat cool. Vlammen uitblazen. Vlammen uitblazen. Das glas auskühlen lassen. Zum wohl. Nou, ik vind dit eng. Je kan de QR-code scannen. En dan? Dan zie je hoe het moet. Hier zie je ook een plaatje met vuur en zo. Ik ben een gletsjer. Ben een gletsjer van ijs. En ik laat de hele wereld om me zien. Tirola. Of moeten we het gewoon doen zonder te kijken? Het glas randvol vullen en met een streeghols aanzoenden. Ja, gewoon aansteken. Maar waarom zou je dat doen? Zodat je dus zelf je alcoholpercentage kan bepalen. 50% alcohol, hè? We moeten eigenlijk ook een TikTok hiervan maken, vind ik. Deze video duurt een uur of zo, hè? Dat kan echt niet. Kijk, hier zit dus nepijs tegen de rand aan. Dat is wel cool. Oh, is nepijs? Ik dacht al, hoe kan dat? Het ruikt best lekker. Naar munt. Maar het moet helemaal tot de rand, hè? Nee, dat zou ik niet doen. Dat stond er. Ja, maar dan ga je het weggooien. Ja, maar dat moet. En wat als het misgaat? Dan gieten we die melk erop. Dan vond ik het leuk om je te kennen. Huh? Hij is uit. Nee, want hij werd nat. Leuk. Er ligt nu ook echt zo'n... Asje. Hoe kan je hem dan aansteken? Nou, dit werkt niet. Yo! Hij brandt. Oh, hij brandt. Wow. Kijk wat er met het drinken gebeurt. Oh my god, wat cool. Vet? Maar kan dit met elke alcohol? Nee, alleen een hele sterke. Het ziet eruit alsof ik mijn hand erin steek. Cool zeg. Dit vind ik echt heel vet. Maar ja, wat heb je eraan? En dat moet je 10 minuten, hè? Voor een shotjesbar. Sta je 10 minuten naar je drankje te kijken? Dat was het originele Tirol vuurritueel. Oh, wow, holy. Dit is cool. Mindfuck. Dit moeten we echt op TikTok zetten. Ik ga dit denk ik op TikTok zetten. Maar ja, dit is gewoon de alcohol laten zakken. We kunnen ook nu stoppen. Maar ik vind het heel leuk. Zullen we vast de video afsluiten? Ja, ja. We moeten nog proeven en laten afkoelen. Het gaat nog 30 jaar duren. Wil je zien hoe het proeft? Kijk de TikTok van Charlotte. Zal ik hem uitblazen? Ja. Of wil jij? Nee. Misschien gaat het wel gewoon goed op TikTok. Niemand, heb je dat ooit gezien? Dat iemand dit doet? Nee. Wil je hem uitblazen of je je verhaaltje uitblaast? Oh, dat kan je wel proeven. Oh, lekker. Maar als je een B-52 bestelt, dan moet je hem altijd met een rietje opdrinken. Want dan is het omdat de bovenkant heet is. Gewoon koud. Dit wil jij niet. Oh, wat vies. Het smaakt ook naar verbrande vuur. Als je dit doet, is het lekker. Oké, dan stop ik alleen maar dit. Nee, gewoon zo. Okay. Zo is het echt wel lekker. Ja, hè? Ja. Ja. Dus vodka vind ik echt heel vies, bijvoorbeeld. Maar als je een slokje neemt, is het echt barf. Ja, dus dan moet je eigenlijk de hele tijd... Ja. Je vinger dopen. Zullen we hem afsluiten? Ja. Oké. Okay. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe even je duimpje omhoog voor een proefvideo. Doe even je duimpje omhoog voor een aparte video. Doe even een duimpje omhoog voor Nicole. Waar nog meer duimpje voor omhoog? Ja. Oké, doei. 'Maken. Ja. Maar even mooi buiten met mooi licht. Ja. Okay. Ik ben een gletsjer. Ben ik gletsjer van ijs. Ik ben een klein visje in een zee van blauw.